Welkom weer bij de kijkersvraag van Beno Stad. Leuk dat je weer kijkt. We beginnen zoals altijd met de kijkersvraag van vorige week. Die ging over Samuel van Houten. En de vraag luidde: waar werd hij vooral bekend door? Het goede antwoord was: door zijn wet tegen de kinderarbeid. Er waren weer meerdere goede inzendingen en we hebben weer moeten loten voor die Beno-mok. En die is deze week gewonnen door... Gefeliciteerd! Ja, en dan nu de vraag van deze week. Die gaat over de uitzending van Grand Prix Molière. En de vraag luidt... Waardoor maakte Grand Prix Molière in Groningen vooral naam? Stuur je antwoord voor woensdag 11 november naar beno@oogtv.nl. En je kunt de uitzending altijd terugzien op www.oogtv.nl. Succes!